Vandaag zijn we hier aan het vergaderen vanwege de oprichting van een eventuele Taoïstische vereniging in Nederland. Er zijn inmiddels 58 belangstellenden in de groep, dus dat is heel goed. Dat is van 0 naar 58. Er zijn een aantal dingen die eigenlijk belangrijk zijn, dus onder andere de stappen die genomen moeten worden. En wie zou er nog allemaal deel moeten zijn van de vereniging? En wat is het traject wat gelopen moet worden voor de doelen die we dan willen bereiken? Ik probeer het maar zo kort mogelijk te houden, zodat we in ieder geval vandaag met de eerste keer eens kort kunnen houden. Dat gewoon kunnen uploaden via Facebook of wat dan ook. Misschien als we het onder de 10 minuten kunnen houden, dat zal niet. Maar in ieder geval, de doelgroep is eigenlijk iedereen die geïnteresseerd in het Taoïsme is. En de uitnodiging komt eigenlijk vanuit de Taoïstische Associatie in Beijing. En inmiddels zijn we ook uitgenodigd door de Wereldfederatie voor Taoïsten. Die zit in Singapore, als ik me goed herinner. Of in zo'n soort stad in elk geval. En dat zijn los van elkaar opererende groepen die allemaal op een of andere manier Taoïsme willen representeren. En het probleem met Taoïsme in China is natuurlijk dat het heel erg met politiek betrokken is. En anderen eigenlijk ook op een bepaalde manier. En mensen in Nederland over het algemeen daar niet echt heel veel kennis van hebben. Dat is een groot probleem. Dan is er vanuit de Taoïstische Vereniging in Beijing, in China vandaan, is in ieder geval de opdracht om het zo onafhankelijk mogelijk te maken van China, om te kunnen erkennen. Dat wil zeggen dat er nog geen politieke of economische binding zijn met Beijing. Dus Beijing draagt niks bij. Het komt alleen als ze opgericht zijn. Er zijn bepaalde voorwaarden aan oprichting. En die ondersteuning die heeft bepaalde vormen en voorwaarden en dergelijke. En die hebben te maken natuurlijk uiteraard met het ontwikkelen van Taoïsme. En natuurlijk een bepaald beeld van Taoïsme, misschien ook nog wel wat ze in hun hoofd hebben. Maar dat ligt uiteindelijk bij onszelf. Nou kun je Taoïsten in principe onderverdelen in twee soorten. Dus aan de ene kant mensen die religieus Taoïst zijn, zoals wat ik dan geacht word te zijn. En mensen die geïnteresseerd zijn in Taoïsme. En de mensen die geïnteresseerd zijn in Taoïsme, dat zijn er op zichzelf veel meer. De mensen die echt religieus betrokken zijn bij Taoïsme, dat is heel weinig. En de kunst is om zeg maar, die mensen bij elkaar te verenigen, denk ik, in één organisatie. Waarbij iedereen zijn eigen ding kan doen. Alleen waarbij de internationale verenigingen kunnen zien dat we inderdaad serieuze Taoïsten zijn. Dus geen vrijzinnig Taoïsten in de zin van dat we maar doen waar we zin in hebben. Ja, dat is wat belangrijk is. Dus er moet wel een bepaalde rode draad in zitten ten aanzien van Taoïstische studies. En dit doe je dan los van Wudang? Nee, helemaal los van Wudang. Ik weet wel dat mijn leraar, Jasmin, die wil graag dat ik een Taoïstische associatie opricht die alleen aan hem gehoorzaam is. En mijn broer Li Ming, die wil graag dat alles via hem loopt. En dat is niet de bedoeling. De vereniging die opgericht moet worden, moet dus de belangen behartigen van iedereen. En vanuit de twee organisaties die ik noemde, is de bedoeling dat we een religieuze status krijgen als organisatie. En dat wil niet zeggen dat er niet-religieuze mensen daar geen plaats in kunnen vinden. Integendeel, want die dragen natuurlijk ook allemaal wat bij aan de beeldvorming en de vorming van de religieuze Taoïsme. Maar de bedoeling is vooral in eerste instantie dat een internationale samenwerking mogelijk is, een internationale status. Dus eigenlijk Taoïsme is een religie. En hoewel er filosofische aspecten aan zitten en Taoïsme op verschillende manieren beleefd en ervaren kan worden, staat een religie in eerste instantie centraal als organisatie eigenlijk. En in Europa heb je dat heel weinig. Dus wij zouden dan eigenlijk in Nederland de vertegenwoordiger van die religieuze organisatie zijn. En daardoor ook mogelijkheid krijgen om mensen hier naartoe te halen, die daar dan eigenlijk aan bij kunnen dragen om mensen meer te leren over ritueel, over filosofie, Tao Te Ching, I Ching en geneeskunde. Dus dat is dan eigenlijk wat belangrijk is. Nou, qua doelgroep is dan dus duidelijk. Er zijn twee groepen, religieus Taoïsten en niet-religieus Taoïsten. En het volgende punt wat dan eigenlijk aan gewerkt moet worden is welke ideeën moeten gerepresenteerd worden. En, als je naar de Taoïstische Associatie van Beijing kijkt, je kijkt naar de statuten van die vereniging, dan is het voornamelijk partij hier, partij daar. We hebben de statuten als leidraad genomen voor de statuten die er nu staan. Die bewerkt moeten worden nog. Maar rekening houden met het feit dat het vooral niet te politiek moet worden in die zin. En dat het ook rekening moet houden met bepaalde democratische en sociale vrijheden die wij hier hebben. Zoals bijvoorbeeld tegen homohaat. Enzovoort, waar deze organisatie toch wel, precies, vaak van beschuldigd worden. Ja, maar
zeg maar de vertaalslag naar het westen van die statuten. Ja, eigenlijk naar moderniteit is ook gelijkertijd. Waardoor iedereen daar zichzelf in kan herkennen, of die nou religieus of niet religieus. Maar je neemt ze over die statuten om die samenwerking goed te houden. Hoe zeg je dat dan ook? Er staan bepaalde grondslagen over Taoïsme in die statuten. En die nemen we eigenlijk over. Dat heeft puur met gedrag dingen te maken, zoals je netjes gedragen en zo. Niet proberen aan te zetten tot haat. Dat soort dingen. Ja, dus dat zijn kleine dingen. Dan moet je even de statuten doorlezen, uiteraard. Dat is het beste. En dan, daarnaast zijn er de stappen die genomen moeten worden. In principe, een religieuze organisatie mag niet bij jou thuis geplaatst worden. Het moet dus op een niet-leefomgeving geregistreerd worden. Oké, goed. Dankjewel. Gloria, dan voor de volgende vergadering.